Nou, doe je best, jongens. Zware mondje. Mondzielig, misselijk. Daar hebben ze al verschillende medicijnen voor gegeven. Waar ze ook een beetje moe van wordt. En duf. Maar niks lijkt echt goed te helpen, hè, vandaag. Meisje toch, hè? Het is de laatste chemokuur die er bij Annemone in is gelopen. Dus daar zijn we voorlopig even weer vanaf. Morgen een dag gerust. En komende woensdag komen de donorcellen. Dus dan is het weer heel spannend. Even kijken waar Moontje is. We volgen gewoon de draadjes. Ja. Mama zei dat ik moest gaan filmen, dus ik ben benieuwd. Mama wil de grootste geven, hè? Grootste ballon. De grootste ballon. Omdat je me vandaag hebt moeten missen. Die is wel heel leuk, zo mooi. Die is echt wel lekker groot, hè? Ja. Die laat je. Busje, busje. En de kleur van? Ajax. Dankjewel, mama. Alsjeblieft. Hier in het ziekenhuis spaar ik Franny's. Dat is zeg maar hetzelfde concept als de kaaienkralenketting met patiënten met kanker. Alleen dan is dit voor chronisch zieke kinderen. En op elk plaatje passen twee stickers. En de sticker staat voor een behandeling of iets wat je hebt ondergaan. Of hoe je je die dag hebt gevoeld of dat soort dingen. En ik ben vandaag weer begonnen met bijwerken. Dus ik ga ze weer even plakken. Er waren geen plaatjes van de chemo, dus die hebben we zelf getekend. Het is deze geworden. Dus we gaan ze er nu allemaal op doen. Het werkt zo. Dit haakje werkt als een soort slotje. Die draaide uit. En daarna kan je hem openmaken. Nou, kan ik deze zo eraf halen. En nu kunnen we de Franny zo hier opschuiven. Zo, doe je eerst allebei de gaten, allebei de pinnen in de gaten. Dan kan je hem zo erop draaien. Zo, dus nu is hij weer helemaal bijgewerkt. Dus op elk traptredetje staan zeg maar twee behandelingen of twee dingen die je hebt gedaan. Dus ik ben nu tot hier en er zullen vast nog een aantal Franny's bijkomen in deze hele opname. Dus we gaan ervoor dat hij helemaal vol komt. Nou jongens, het is vandaag maandag en dat betekent altijd dat er bijzondere gasten komen, namelijk de Clinic Clowns. Hoi! Ja, ik ben het Sussie en dit is Bes. En het is inderdaad vandaag maandag. En Hij doet het! Ja. Ik zie je! Ja. Ik zie je! En wij vinden de filmpjes van Annemone echt altijd hartstikke leuk. Welke? Ja, de filmpjes. Je weet wel, op YouTube. Op haar eigen kanaal. Oh, Annemone. Ja. Arms.nl. Nee. Oh, ja. Arms. Ja. Ja, daar kijk ik ook altijd.
ja. En dus als jullie die filmpjes ook heel leuk vinden, net zoals ons, ja. Dan moet je. Oh, dan zet je de dikke duim erop. Verkeerde vinger! Oh, sorry. Ja, duim. Die. Deze, dikke duim. Ja, dikke duim. Hartstikke leuk, vinden wij ze. En ook nog bedankt voor alle kaartjes en de ballonnen en dat jullie zo meeleven. Ja, doei, tot volgende keer. Ja, doei. Doei. Nou, het is vandaag de dag min 1. En morgen is het al zover. De transplantatie, dan krijg ik een nieuwe cellen. Het is nu avond, dus ik ga slapen. Ik heb vandaag een hele zware dag gehad. Ik heb voor het eerst, ja, vandaag begon de pijn in mijn buik, in mijn darm, waarschijnlijk door de chemo. En ik ben nog steeds heel misselijk van de chemo. En in mijn mond begin ik nou ook kleine plekjes te krijgen die pijn gaan doen. Ja, je ziet ze niet op camera. Maar hier zit, is dat rode en daar. Dus ik ga nu even goed tanden poetsen en spoeden en een heel ritueeltje heb ik om mijn mond zo goed mogelijk te houden. Er mogen zo min mogelijk bacteriën in de mond zijn. Dit is zoutwater. Dat is als ik wondjes heb, om ze goed schoon te houden, toch? Ja, om de bacteriën te doden, ja. En mondpasta. De bacteriën in mijn mond doden. Dit is heel vies. Op het begin vond je het niet zo vies, hè? Maar het wordt steeds viezer, hè? Ja. Het smaakt een beetje naar fluoride behandeling, maar na een tijdje begin je er een beetje genoeg van te krijgen. En hoe lang moet je het dan laten zitten? En dan mag je het uitspugen, hè? Uitspoelen. Zijn je dan klaar met het ritueel? Ja, en dan nog vaseline op mijn lippen. Ja, nog vaseline op de lippen. En waarvoor is de vaseline? Ja. Waarom de oetje vaseline? Dan mijn lippen niet uitdrogen. Ja. Dat is allemaal omdat je de chemo gehad hebt, hè? Ja. Het is rood trouwens, niet geel. Ja. Ja. Hoe komt dat dan? Ja, dat heeft de natuur zo bedacht. Ja, er zitten gewoon rode cellen in. Ik kan nog heel even wat vertellen over het zakje. Er staat inderdaad de leeftijd op, hè? Dat is wat we wel mogen weten, hè? De leeftijd. Van de... Moet je het zelf nog zien eerst? Ja. Vasthouden. Lees je het heb je? 1997. Kan je nou je geboortedatum ook vinden? 21 jaar? 22 jaar. Ligt aan zijn geboortedag. Wat betekent expiration data? Dat we het voor die datum en voor die tijd aan jou moeten geven. Oké. Ans Anon 2703. Klopt dat? Ja, en nummer klopt ook. Oh, die ken je uit je hoofd, je nummer. Ja. Ah. Uit je hoofd. 200 milliliter. Verder niks toch? Ja. Echt best vies eigenlijk. Oh, echt? Heb je al wel eens een bloedtransfusie? Ja. Joh. Ja. Helemaal goed. Ik heb dus hangen aan deze kant. Het nee, ja. Het scheelt een beetje. Ga ik er even door. Oké. Die hoog. Die is al leuk. Leuk, hè? Ja. Ja. Die hierop. En dan doe ik eerst deze open en dan zou je hem hierheen zien gaan. En dan doe ik daar het kraantje open en dan gaat hij heel snel, als het goed is. Okay. Ja? Klaar voor? Ja. Daar gaat hij. Thank you.
dit komt heel mooi. Ja, ik doe ze. Zit ze nou erin? Bijna. Ik had ze nu bijna bij jou. Ja. Nou, doe je best, jongens. Mooi rood. Ja, pas bij je pyjama. Ja. Ajax rood. Ja. Ajax rood inderdaad, dat is een goeie. Je ziet niks erin. Nee. Ja, dat zei je dingen wel, hè? Dat je stamcellen erin zou zien. Soms kan je ze zien. Dat je dat ziet. Wie zei dat? Nou, ja. En ben je nu al beter? Ja, hij was een weg vinden naar mijn beenmerg. Ja, en daarna moet ze nog in mijn beenmerg nestelen. Ja. Nieuwe cellen maken. En als het goed is, ben ik daarna beter. Ja. Laten we het hopen, hè? High five. Maar ze hopen dat ze niet uit de 010 komt. Nou, het zit er bijna in. Even doorspoelen en dan zijn we klaar. Dan zie je, lijkt het heel veel, maar het is eigenlijk maar één zo'n strengeltje die dan nog zo gaat. Waardoor het lijkt alsof er heel veel, hier zo heel veel bloed nog in zit. Zeg maar dagpaaltje. Dagpaal. Bedankt voor jou. Totem. Bedankt voor jou. Goeie dag. Aline Totem. Kom ik zelf nog even bij kijken, goed? Ja. De rest van deze week ben ik nog zieker geworden, heb ik nog meer last van de chemo gekregen, heb ik nog meer geslapen, ben ik nog misselijker geweest. Dus ik heb deze week ook verder niks meer gefilmd.